Wij willen als Vlaamse regering veel meer inzetten op groene warmte, omdat het ons toch echt wel kan helpen om op een veel goedkopere manier onze doelstellingen van hernieuwbare energie en dus van propere energievormen te halen. Groene warmte is echt de toekomst. We kunnen in Vlaanderen nog een stukje bijbenen ten opzichte van Nederland of Frankrijk of Duitsland. En daarom willen we daar ook volop op inzetten. Vanaf 5 december doen we terug een oproep aan projecten waar we 8 miljoen euro subsidies voor hebben om die groene warmte meer te stimuleren. Het is een goedkope vorm van energie, het is een propere energievorm en het zorgt er vooral voor dat heel wat van de restwarmte die vandaag verloren gaat, dat we die op die manier kunnen recupereren. We mogen immers niet vergeten dat mensen veel meer warmte verbruiken dan eigenlijk elektriciteit verbruiken. En daarmee willen we in Vlaanderen de goede voorbeelden ook echt wel vormen en met het beleid het echt stimuleren. Bij de hernieuwbare energiebronnen is voor sommige ondernemingen ook biomassa een interessante oplossing. Daarbij kan afval van diverse bronnen worden verwerkt tot groene warmte of stroom. Vinke is een vierde generatie familiebedrijf. Wij ontwerpen en bouwen energieinstallaties die biomassa als brandstof gebruiken om energie op te wekken. Biomassa afvalstromen kunnen houtresten zijn uit de houtindustrie, maar ook resten uit de voeding- en agro-industrie. Bijvoorbeeld rijstkaf, palmolieafval, zonnebloempitjes of zelfs koffiespent. De energiebehoeftes die onze industriële klanten hebben, kunnen zijn warm water, stoom, hete gassen, thermische olie of zelfs stroom. Vinke heeft een historiek van meer dan 100 jaar. Dankzij volgehouden innovatie is het uitgegroeid tot een referentie in groene energietechnologie. Wij worden op innovatief vlak uitgedaagd op twee belangrijke domeinen. Enerzijds heb je de biomassa zelf, die een grote diversiteit vertoont, die elk hun eigen problematiek met zich meebrengen. Anderzijds heb je ook de installatie die ook onderworpen wordt aan een aantal bijkomende eisen, met name milieu, efficiëntie, de output van de boiler, en ook de beschikbaarheid van de installatie. En het mooie daaraan is dat we telkens erin slagen om in die complexiteit een mooie oplossing naar voren te brengen. Sinds midden jaren 90 is het Harelbeekse bedrijf erg actief in Azië. Daar is veel vraag naar installaties voor hernieuwbare energie. Het is bij Vinke allemaal gestart in Singapore met een eerste installatie voor de houtzagerijen. Maar vrij snel daarna, in de jaren 90, is het daar beginnen boomen in Zuidoost-Azië en zijn wij ook expanderen en in nieuwe marktsectoren beginnen treden, zoals de palmoliesector, die zeer sterk aanwezig is in Indonesië en in Maleisië. En dan verder ook rijstmolens in Thailand. En zo is Vinke in aanraking gekomen met verschillende marktsectoren, met verschillende brandstoffen. En met deze ervaring en het stappen in nieuwe brandstoffen en nieuwe toepassingen, hebben we heel veel ervaring terug meegenomen naar Europa, waar we eigenlijk dezelfde oplossingen zijn beginnen introduceren in de voedingsindustrie. In Vlaanderen zijn een aantal grootschalige biomassa-projecten in ontwikkeling. Het Vlaams Energieagentschap wil nog meer initiatiefnemers stimuleren om nieuwe projecten op te starten. Wij willen bedrijven en organisaties die stap laten zetten omdat er een potentieel is voor de productie van groene warmte uit biomassa. En heel zeker waar lokaal veel biomassa voorhanden is. Er zijn bijvoorbeeld plaatsen waar afvalstromen zijn, zoals verhakseld snoeihout. En als daar dan geen nuttige toepassing voor is, dan zou dat maximaal moeten ingezet worden om groene warmte te maken. Bedrijven die investeren in groene warmteinstallaties kunnen een beroep doen op ondersteuning van de Vlaamse overheid. Maar die is ruimer dan enkel biomassa. We geven steun via een oproep voor projecten. Er is er nu eentje geopend, tot 4 februari loopt die via de website. Die steun is er voor verschillende categorieën, dus voor de productie van groene warmte uit biomassa of uit biogas. Ook voor het opwaarderen van biogas tot biomethaan, dat dan in het aardgasnet geïnjecteerd moet worden. Maar evengoed, en dat is een belangrijke, voor wie restwarmte recupereert.